Op zondag 5 juni vond Europa's grootste elektrische rally plaats, waarbij 100 topbestuurders en BN'ers in 100 elektrische auto's een afstand van 100 kilometer reden. De auto's startten in Zaandam en reden via Waterland naar de Amsterdam Arena en daarna door naar de finish in Amsterdam bij Nemo. Deze elektrische rally is echt heel cool. Dus rijden is niet meer de toekomst, maar het is gewoon vandaag. En wat we vandaag willen bereiken met de rally, en daar rijden heel veel bekende politici mee, Balken, Emiel Eurlings en... Maar ook heel veel CFO's en CEO's van grote bedrijven. Wat we vandaag willen bereiken is dat alle grote bedrijven die meedoen gaan zeggen... Oké, we gaan een gedeelte van ons wagenpark of het hele wagenpark gaan we met elektrische auto's vervangen. Zodat we echt een tipping point bereiken met elektrisch rijden. Dus dat is echt het doel van vandaag. Kijk, we praten natuurlijk toch over auto's, we praten over mobiliteit. En we weten ook dat niet alles meer op de oude manier kan. Er komt een einde aan de fossiele brandstoffen en dat betekent niet meer nadenken over alternatieven. Dat gebeurt feitelijk vandaag en het is natuurlijk ontzettend leuk om 100 auto's te zien rijden. Het is wel een statement hoor, wat hier vandaag gebeurt. Daar heb ik ontzettend veel plezier in. Jan-Peter Balkenende ligt vooraan en die moeten wij eer aan halen. Okay. Maar die vindt rijdt echt 280, 300 km per uur de hele tijd. Gemiddeld hè. Heeft u wel eens eerder in een elektrische auto gereden? Eerlijk gezegd niet, dat is een goede vraag. Nee, wel in treinen en zo, maar niet in elektrische auto's. Een keer op het circuit in Assen met een Lotus, ook een elektrische auto. En een andere keren ook wel. Dus ik heb verschillende keren gedaan. Maar nu met zoveel mensen samen is het natuurlijk een geweldige ervaring. Waarom is de vervanging van dit wagenpark zo belangrijk? Voor het wagenpark is het belangrijk, omdat als je uiteindelijk gaat kijken onderaan de streep, is het gewoon goedkoop om elektrisch te gaan rijden. Je hebt natuurlijk aanschaf van de auto's, maar je hebt geen BPM, geen bijtelling. Een volle tank kost 5 euro. En wat je ook kan, snel laden is dat veel auto's kunnen 80% van hun tijd, in 30 minuten 80% van hun batterij weer opladen. Dus dat betekent dat je gewoon veel grotere rondjes kan gaan maken. Gaat u een elektrische auto kopen, denkt u? Nou, nog niet op heel korte termijn. Ik ga binnenkort wel iets anders doen, dat merkt u wel. Maar er gaan natuurlijk andere veranderingen aankomen. Het zijn echt beesten, jongens. Het zijn wolven in schaapskleren.